Oké, goedemorgen. Instructiefilmpje over hoe je bij een gewone draai ballpoint pen, dus dit is de draaimechaniek, de vulling kunt verwisselen. Allereerst maak je even de draai zo dat de vulling naar binnen is. Dus dan is die niet meer zichtbaar. Ja? En dan pak je de pen bij de clip, dus niet, om te voorkomen dat je de clip eraf draait, pak je hem tussen je hand, tussen je wijsvinger en je duim eigenlijk in. Zo. Ja. En dan kun je hem stevig pakken. Dus ik laat nog even zien. Ik heb hem zo. Hier zit het clipje. Moet je zien? Nou kan ik kracht zetten met mijn duim en mijn wijsvinger. En ik doe dat op het bovenste gedeelte, want hier zit de breuk. Hè? Hier is waar je hem losdraait. En dan pak ik met mijn andere hand zo. Die kant bij. En dan zet ik kracht. En dan ga ik voorzichtig draaien. En dan zie je er al beweging komen. Hier. Dan kun je nog wat meer pakken met die hand. Dan verschuif je nog een keer. Schuif je op. En dan vloep, dan komt hij los. Hier. En dan zit het clipje nog in plaats. En dit is je vulling. Die draai je los. En die kun je dan vervangen. Want de eerste die erin zit, is altijd de fabrieksvulling. Ja. Hij zit er weer in. Dopje erop. Zelfde mechaniek. Hè? Dus je duim en je wijsvinger. En dan kun je hem aanduwen. Zo. Voilà. Vervangen van vulling. Succes!